We staan hier bij de Van Doornenvesten, bij de ingang. En dat is een beetje waar het verhaal begon over mijn campagne tegen het roken. Eigenlijk was het elke keer dat ik hier de bus uitstapte, dan liep ik door een walm rook heen. En ik ben geen roker en ik kan ook niet zo heel goed tegen. Vandaar dat ik de motivatie kreeg van laat ik hier iets tegen gaan doen. Ik zag een advertentie van de Hans Hogeschool over strategisch plan 2020. En er stond bij dat iedereen welkom was, dus dacht ik van nou, dit is gewoon mijn gouden kans en hier ga ik mijn slag slaan. Dus ik afwachtte tot het allerlaatste, totdat misschien wel iemand vroeg van nou, heeft er nog iemand vragen? Toen dacht ik van ja, ik heb een vraag. Is er ook iets in het strategisch plan opgenomen over roken? En hoe gaat het rookbeleid eruit zien in 2020? Ik had het gevoel dat het draagvlak voor was, dat mensen naar me luisterden. En ik had niet het gevoel nog dat mensen meteen dachten van oh, wij gaan dit voor jou doen. Wij pakken dit uit je handen en wij gaan aan de slag. Dus eigenlijk ergens baalde ik er stiekem heel erg van en dat motiveerde me tegelijkertijd ook om zelf aan de slag te gaan. Ik heb een hele lijst met allemaal dingen onderzocht en dat heb ik weer teruggegeven aan Hans van kijk, zo staat het ervoor. En toen begon het naar mijn gevoel ook steeds meer te rollen. Ik ben toen ook uiteindelijk betrokken bij de Hans Hogeschool van nou, kom een keer met ons meedenken. Er was toen ook een rookvrije werkgroep opgestart. En toen had ik ook steeds meer het gevoel van hé, ik word hierbij betrokken en we gaan ook ergens naartoe. En nu leeft het heel sterk. Ik vind het fijn om andere mensen te helpen. Misschien heeft iemand een bepaalde gevoeligheid, misschien longproblemen of wat dan ook. Niet iedereen, ondanks die problemen, durft daar iets van te zeggen. Ik heb misschien wel het geluk dat ik wel iemand ben die dan als een pitbull mijn tanden ergens in kan gaan zetten en een probleem kan durven aanpakken. Ik ben het hele project aangegaan, ook met de gedachte dat ik het niet alleen voor mezelf deed. Als volgende duurzame ambassadeur nomineer ik Robert Bos.